Hallo, welkom bij deze nieuwe video. Ik ben Joyce Tresor en vandaag was ik bezig met shaker embellishments te maken. Ik wilde heel graag een paar embellishments maken van deze brievenbus. Ik weet niet, je kan je hem iets beter zien. Je kent de stans misschien wel. En die heeft in het midden zo'n mooi vrij vakje waar je heel leuk een shaker van kan maken. Ik was al een beetje begonnen, had een hele stapel gestanst. Maar ik wilde je heel graag laten zien hoe ik dat doe. Ik heb hier nog andere stansen, maar die zal ik straks even vertellen waarom ik die erbij gepakt had. Ik heb per brievenbus die ik wil maken, heb ik 4 stukjes. Normaal gesproken gebruik ik daar vaak het hele dikke watercolorpapier van Action voor. Dat is lekker dik en dan hoef je, vind ik, maar 4 laagjes te doen in plaats van 5 met gewoon kartstok. Want er lag ook nog wat restkartstok in de papierbak waar ik er deze 2 van heb gemaakt. En dat andere doe ik normaal met het waterkollenpapier. Maar dat was ook op. En heb ik gewoon de kaft, want die is net zo dik. Dus misschien herken je die kleur daar wel. Daar heb ik dus per brievenbus 4 van uitgestanst. Met de opening. En die ga ik als eerste op elkaar plakken. Dus dat je weer zo'n mooi stapeltje krijgt. Eigenlijk is het een beetje hetzelfde principe als de dieptekaartjes. Dus dat je van de frames die je dan zo in een laagjes op elkaar plakt, een beetje hoogte creëert. En deze hoogte hebben we dan zo meteen nodig voor het shaker materiaal. Dus langs het frame doe ik het altijd iets netter. En dan daarboven een beetje slordig wat lijm, dat ze mooi op elkaar liggen. Maar hier willen we natuurlijk dat ons shaker materiaal niet tussenuit of vast gaat zitten. Moet ik nog wel doen, hierboven. Dus daar doe ik dan even wat netter. Dan heb ik 4 op elkaar liggen. En dan had ik nog één stukje. Oeps. De achterkant. Dus dat is een gesloten stuk. Er zit bij deze nog een pootje aan de brievenbus. Dus die stop ik er even tussen. Zo. En dan gaat dit met de achterkant ook weer netjes langs het gat waar de shaker in komt. De shake stukjes. En dan gaat die er bovenop. En dat doe ik dan altijd als eerst. Dan kan het even goed drogen. Zodat zometeen je shaker materiaal er niet aan gaat plakken als het er zo een beetje tussenuit ploept. Dus 4 laagjes van het watercolorpapier en een achterkantje. Die gaan we even daar neerleggen. En dan komt het leukste, dat vind ik altijd heel leuk, een shaker mixje maken. Ik heb een grote bak met van alles en nog wat. In dit shaker mixje wil ik graag roze en rood gaan verwerken. Dus ik heb mijn rode pailletten. Ik heb van die glanzende, ja, het zijn geen pailletten want er zit geen gat in, maar wel zoiets. Ik had nog rode steentjes van, hoe heet dat ook weer, diamond paint. Ik heb een beetje wit met een roze glansje. Roze pailletten, matte roze. Hier zit nog leuk roze in. Ga ik er doorheen doen. En wilde ik nog een beetje rood, heb ik hier een bak met allerlei kraaltjes. Ooit bij de Action gekocht. Hele mooie mini kraaltjes in alle kleuren die er doorheen kunnen. En ik had nog witte sterretjes. Dus we gaan lekker een mixje maken. Ik heb zo'n klein lepeltje. En dan daar kan ik gemakkelijk van alles een beetje erin scheppen. Een beetje op gevoel. En dan gaan we straks roeren en kijken of ik het mooi vind. Zo voel ik me altijd een beetje zo'n glitterheks. Lekker kokkerellen. Maar dan met leuke dingen. De sterretjes. Die wil niet open. Yes, toch wel. Hier toch nog naast. Zo, nog deze. Misschien wijs om mijn dopje even dicht te doen als ik het niet gebruik.
Want anders is het hier een glitterkamer straks. Zo, en dan nog wat van die diamond paint steentjes. Ik denk dat het uiteindelijk veel te veel wordt, maar mijn mixjes bewaar ik ook vaak gewoon. En die komen een ander keertje wel weer van pas. Zo. En dan nog een paar rode kraaltjes. En dan gaan we even roeren. Dit is zo leuk. Hier word je toch blij van. Eigenlijk al wel tevreden. De verhouding roze en rood is wel mooi. Wat kleinere en wat grotere door elkaar. Soms dan denk ik, oh, er moet nog een beetje van dit of er moet nog een beetje van dat. Maar deze keer ben ik eigenlijk meteen wel tevreden. Lekker. Nou, even al die rommeltjes aan de kant. En wat we gaan verder gaan doen, is dus die bakjes bakken. En daar doe ik dan een klein lepeltje van de shaker mix in. Zorg dat het niet een grote berg wordt, want dan is het een beetje lastig. En dan had ik hetzelfde als hier op de achterkant. Een transparante gesneden. Dus ik had ook weer die dichte stans gebruikt. Dat is deze. Die op de achterkant gebruikt. Die heb ik uitgestanst 5 keer in van dat acetaat. En dan heb ik hier een kussentje is het eigenlijk. En die maakt het minder statisch. Daar zit denk ik een soort, hoe heet dat ook alweer, talkpoeder in. En die kan je dan dus zo eroverheen wrijven. En dan is je acetaat niet meer zo statisch. Dan ga ik hier de rand weer insmeren met lijm. En daar ga ik dan dat acetaat op plakken. En ik ga dit nu eventjes goed laten drogen voordat ik ermee ga shaken. Zodat mijn shake stukjes er niet aan vast gaan plakken. Wat ik al wel kan doen is een rode, het laatste heb ik voor rood gekozen, hier overheen plakken. Dan heb je meteen ook dat je die lijm niet meer ziet zitten. Dat is mooi weggewerkt. Zo, en dan moet dit dus nu eerst goed drogen. Nou heeft deze nog een kleine accessoire. En ik weet niet hoe dit heet, maar dat zit op van die Amerikaanse brievenbussen altijd als er wel of niet iets in zit, geloof ik, hè? Even plaatjes spieken, maar volgens mij moet die hier ergens opzij komen. En dan is mijn eerste shaker al klaar. Maar die gaan we eerst goed laten drogen dus. Nou, dat ga ik dus bij allemaal doen. Dus een lepeltje van mijn shaker mixje erin. Misschien iets minder dan een lepeltje. Mooi plat verdelen over de ruimte die ervoor is. En dan herhaal ik eigenlijk die stap met lijm en mijn kussentje, totdat ze allemaal klaar zijn.
Zo. En dan zijn nu de 5 shakerbrievenbus embellishments alle klaar. Ja, ik vind dat super leuk. Het is altijd wel eventjes een hoop stansen. En ik vind vaak dan voor eentje is dat wat sneller gepiept. Maar als je een leuk voorraadje wil maken of ze als embellishment bij een Happy Meal zou willen geven, dan moet je er eventjes tegenaan. Maar dan heb ik wel altijd, ik heb er altijd heel veel plezier in. Ik vind dat leuk om te doen. En dan had ik net al laten zien, ik had deze stans gebruikt deze keer. Maar er zijn ook nog heel veel andere stansen waar je misschien niet in eerste instantie aan denkt en die jij wel op voorraad hebt, waar je prima shakerkaarten mee kan maken. Bijvoorbeeld zoiets als dit. Het zijn 2 losse stansjes en je denkt, oh, dat zijn labelstansjes. Daar kan je dan een mat op maken van een designpapiertje bijvoorbeeld. Tuurlijk kan dat, maar hiermee kan je dus ook heel mooie shakerkaart maken. Dan stans je, zeg maar, dan plak je ze aan elkaar met zo'n paarse tapeje bijvoorbeeld. Zodat je dan een framepje kan uitstansen in de bovenlaag. Dus dat ik hier rood heb gedaan. Dan stans je van de buitenlaag een achtergrondje uit. En een, hoe noem je dat? Van acetaat. Dus 2 keer. 1 keer van een mooi achtergrondpapiertje en 1 keer van acetaat. En dan nog een heel stapeltje van 4 stuks uit het waterkolenpapier. Dus dan heb je hele leuke labelstandjes, want hier zit een gaatje in die je ermee kan stansen. En die je dus dan met een leuk touwtje ergens aan kan hangen. Een leuk shaker labeltje of een mooie ticket waar je nog een leuk klein embellishment verder op maakt. En dat je dat als shaker maakt. Deze bijvoorbeeld is al een oudje, maar die heeft ook een dubbele laag. En nou is het een vierkant, dus daar zit geen basis in. Dus net als deze die je dan los kan maken om de achtergrond en de dingen uit te stansen. De acetaat mee uit te stansen. Dat kan met deze niet. Maar met zo'n vierkant kan je dat natuurlijk wel heel makkelijk snijden of knippen. Dus ook deze zou je daarvoor kunnen gebruiken. Als je maar zo'n rand hebt die je kunt stapelen. En waardoor je dus een kleine ruimte, een diepte hebt. Nou, hier zitten heel veel in. Hier zitten 2 verschillende tickets in. Je kunt een shakerbloem maken, een shaker wonky hartje. Maar je kan zelfs een hele grote shakerkaart maken waarop je nog iets leuks doet. En misschien in de achtergrond een leuke tekst kunt gebruiken die je dan achter de shakermaterialen ziet. Dit is net zoiets. Kan je natuurlijk ook op dezelfde manier doen. Heel mooi label of deze mooie vorm. Of zelfs een hele tag zoals deze. En dan had ik ook nog op mijn bureau liggen. Bijvoorbeeld deze mooie stans van Janine's Mindful Art van de Essentials. Daar zitten meerdere lagen in. Je zou bijvoorbeeld zo'n hele grote shakerkaart kunnen maken met deze achtergrond of met deze cirkel. Ook met deze hele kleine, dat je gewoon een simpele ovaal waar je dan weer een leuk klein clustertje op kan maken met een leuk plaatje. En dan heb je dan ook weer een embellishment. Dus eigenlijk zit er vast, ik weet haast zeker, bij jullie in de voorraad ook wel een stansenset waarmee jij zo'n leuk shaker embellishment of shakerkaart kan maken. Dit was voor mijn korte video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik ga lekker verder om deze nog te laten drogen en verder te versieren. En dan zie ik je heel graag bij een volgende video weer. Dankjewel voor het kijken en denk eraan, duimpjes omhoog en een leuke reactie ben ik dol op. Doei doei!